gekocht. Je weet ongetwijfeld wel waarom je hier bent, hè? Dit is volgens mij een hele normale school. Het is ook heel normaal om regels te hanteren. En wat volgens mij niet normaal is, is gebruik van geweld. Joppe Poederbach. Natuurlijk, er kan wel eens een woordenwisseling plaatsvinden. Je kan ook wel eens ruzie hebben, dat kan. Maar wat jij hebt gedaan, dat heb ik in de afgelopen jaren als conrector nog nooit meegemaakt. Bosjes inlopen en een mooie eikenhouten stok pakken. Dan op je ex afstappen en die stok voor haar gezicht zwaaien. En dan zonder enige emotie. Ja, dat is mijn bek niet uit. Avada Kedavra, roepen. Een van de drie onvergeeflijke vloeken. Ik heb het ministerie op de hoogte gebracht. Je wordt vandaag nog verbannen naar Azkaban. Antonius! Het moest heel erg. De heer van de duister komt terug. Antonius! Antonius! Breng hem naar buiten. Ik ben bang dat ik dat niet kan laten gebeuren. Europa! Nee! Joppe Poederbach! Joppe Poederbach! Joppe Poederbach! Ze tekenen die stip tussen de wenkbrauwen, omdat dit punt het derde oog symboliseert. Nee. Ik dacht gewoon dat we twee ogen hebben, maar goed, ga door. Die stip wordt ook wel Bindi genoemd. Vergeet Marietje nou, Timmy. Jij kan ieder meisje krijgen dat je wil. Je bent echt de hoofdprijs. Ja, de hoofdprijs van de plaatselijke bingo. Vriend, je bent lang, je hebt blauwe ogen, je hebt mooi dik haar. Als je lacht, dan heb je een super schattig spleetje te zien. Dan, hier, kijk, er is heel meer toch? Ja. En daarom geloven ze dat zo'n stip de vrouwen en hun echtgenoten beschermt. Ja. En wat ik nou zo mooi vind aan het hindoeïsme is dat alles dat leeft heel erg gerespecteerd wordt. Veel hindoe's zijn vegetariër en sommige dieren hebben zelfs een bijzondere positie in hun religie. Zoals de koe, die heilig is. Wat onzin zeg! Een heilige koe! Hindoe's geloven dat zonder de koe de mens nooit had kunnen bestaan. Hé, hey Marietje, wist je dat die gekke hindoes dus geloven, hè, dat die koe, omdat die heilig is, hè, de toekomst kan voorspellen? Oh, nou, mevrouw de koe, krijg ik een beetje een gelukkig leven. En dat die koe dan zegt, nou, misschien als je eens een keer werk gaat zoeken, in plaats van tegen de koe staan aan te praten. Dat zonder de koe de mens geen bestaansrecht zou hebben, omdat de koe zorgt voor melk. En weet je hoe ze zo'n koe bedanken? Hè? Door een bos bloemen in zijn reet te steken! Omdat de koe zorgt voor melk, maar ook voor mest en voor... En weet je wat ze dus ook met die koeien allemaal doen? Jezus Christus, mag ze alsjeblieft even uitpraten? Godverdomme, Tim! Heel jammer dit! 20! 20? Godverdomme. Ja! Dat is vloeken! Dat is dubbel! 30? Jezus. Maak er maar 50 van! 50? Hallo! Ja! Allemaal voor jullie! 50 voor jullie beiden! Ah, mooi man. Schitterende conferentie. Echt humor. We gaan door met de les. Jehovah's! Nog zoiets! Je hebt ook echt een hele mooie kont. Dankjewel. Hoi jongens. Ja, ik ben hier even naartoe verschijnseld. Maar ik heb jullie hulp nodig als mijn leerlingmentor, want Hulst wil me namelijk naar Azkaban sturen. Rustig maar, Joppe Poederbach. Dan gaan we even met Hulst praten. Echt? Zouden jullie dat voor me doen? Ja, tuurlijk, Joppe Poederbach. Daar zijn we leerlingmentoren voor, toch Tim?
We begrijpen dat u het spelletje leuk meespeelde, maar we betreuren de gebeurtenissen tussen u en Joppe Poederbach. Kijk, Joppe Poederbach neemt die boeken allemaal iets te serieus. Het is gewoon een beetje een gek bruggetje. Hij die niet genoemd mag worden, was ook een gek bruggetje. En je ziet wat daarvan gekomen is. Al die doden, en waar is dat goed voor? Ja, goed. Maar Joppe Poederbach is nu helemaal overstuur. Joppe Poederbach is een moordenaar. Dat meisje leeft gewoon nog, hoor. Er is niks aan de hand. Maar zo mogelijk. Er is maar één iemand in de hele geschiedenis die de vloek des doods heeft overleefd. En... Meneer Hulst, dat is verzonnen. Dreuzelpraat. Ik heb deze bad boy nog niet hoeven gebruiken, maar dwing me er niet toe, jongeman. Het is een boek. Dit is niet echt waar. Het is gewoon door iemand opgeschreven. Het is verzonnen, meneer Hulst. U praat toch ook niet met dat schilderij van de vorige conrector? Nee. En u gelooft er ook niet dat als je een kikker kust... Moeten jullie niet naar les? Nee, we hebben tussenuur. Jullie hebben geschiedenis van mevrouw Blijleven. Dat is niet waar. Die hebben we hartstikke depressief gekregen. Geschiedenis valt al een half jaar uit. Dat is wel waar. Ze is al 2 maanden ingeroosterd. Kijk maar. Daar staat het opgeschreven. Holy shit. Is mevrouw Blijleven weer terug? Maar we hebben geen tijd gehad om een schaamhaar te schieren en een theezakje te proppen. We hebben nog maar 5 minuten. Oh, dan moet ik ook maar weer schaam. Kom jij nou ineens vandaan? Ja, dat is niet relevant. Ze is verschijnseld. Nou, hup jongens, naar de les. Kom op. En geen geklier vandaag, hè? Alsjeblieft. Wees een beetje aardig voor mevrouw Blijleven. Ze is niet meer zo depressief als eerst, maar ze is nog wel behoorlijk down. Hoi, klas! Allee, groepje! Jullie zijn lief. Jullie krijgen een 10. 10? Hoezo? Waarom helpt ze niet? Waarom is ze zo blij? Je vader had er net overspannen. Hé, hey, Marietje, wie is dit? Depressie is een sluipmoordenaar, jongens. Ik had hem moeten zien toen het echt slecht met haar ging. Je wilt weer knuffelen! Schuwelijk. We moeten echt zorgen dat ze snel weer de ouder wordt, want op deze manier is geschiedenis gewoon niet leuk. Hé, hey, jongen, ben je wat kwijt? Ja, Tony zei dat ik hier gemorst had, dus moet ik het ook zelf opruimen. Oh, maar ja, volgens mij is dit niet van jou, dit... Ik zie duisternis, Bartel, ja? Het komt jouw kant op. Ik zie tranen, Bartel, ja? Oh, ja, ik ook. Ik ga even naar... Jouw tranen. Tranen op een feest. Hey, Comfort, ben je verdrietig? Deze les is echt voor de eerst dat ik alles begreep. Alsof je hiervoor in een andere taal spreekt of zo. Bedankt, juffrouw. We komen onze excuses aanbieden. Voor alles. Ja,
We willen gewoon dat u weer de oude wordt. Al die domme grappen waar u zo verdrietig van bent geworden, die waren van ons. Sorry dat we u hadden ingeschreven voor een datingsite met mannen die een trio wilden met een huisdier. Sorry dat we elke les de deur van het lokaal hebben omgedraaid. Sorry dat we uw hond hebben aangeleerd te schijten elke keer als hij zijn naam hoort. Sorry dat we al uw dvd's hebben vervangen voor een film van een man die op orgelmuziek in zijn tepels knijpt. Kan niet. Ik vind het vreselijk dat u daardoor zo ongelukkig bent geworden. Maar ik ben juist heel blij. We zien hoe verdrietig u ervan bent. Duizendmaal sorry. Ik was eerst ongelukkig, maar nu niet meer. Dit werkt niet, we moeten iets anders verzinnen. Wat? Het viel toch te proberen? In sprookjes werkt het. Kom, we gaan. Victor, wat is er met jou gebeurd? Oh, nee. Victor is niet meer. Maar Susie Molimo is de naam. Victor betekent overwinnaar. Het brengt me terug naar de onderdrukking en dat echt nooit meer. Nee, het Victoriaanse tijdperk is voorbij. Ik ben echt een heel ander mens nu. Victor, kan je niet gewoon normaal doen? Kom, we gaan. Wacht. Een ander mens, zeg je? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ieder mens kan veranderen. Het is heel simpel. Ja, zeg hoe? Alleen als jullie het Afrikaanse volkslied met me meezingen. Nee. Nee? Want eerst mijn land leegplunderen en dan nu te beroerd zijn om een liedje mee te zingen? It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. Spreek je Afrikaans? Schitterend, man. Geweldig. Dankjewel. Heel mooi. Oké, luister. In mijn dorp loste de medicijnmand altijd als volgt op. Je doet in een gewone, simpele kom, doe je 2 eetlepels meel, ja, wat zout water, 0,5 liter geitenmelk, een handvol rijst, hè, gewone rijst, 2 theelepeltjes honing en de gemalen botten van 1 volgroeide albino. Ja. Oké. Bartel Jaap, Gustaaf Balneger. Jij staat hier vandaag ten aanzien van God terecht voor tovenarij, hekserij, het verleden van een minderjarig meisje ten einde overspel te plegen. Meneer Heidrich, u weet toch dat ik geen heks ben? Heidrich, je kent helemaal geen meneer Heidrich. Ik ben de beul. Kom op, ik zie toch dat u het bent? Ja, in je heksenbolletje waarschijnlijk, ja? Ik zag, dames en heren, met God als mijn getuige, hoe deze heks, bezeten door de duivel, 2 totaal verschillende gezichten aannam. Hoe zijn vingers overgingen van de ene hand naar de andere hand. Hoe hij de vieze rode ballen van Satan tevoorschijn toverde uit het lichaam van dat meisje. Oh, nee. Dat is een verdwijntrucje. Ik kan ook dingetjes laten verdwijnen. Wie is dat? Dat is gewoon je Ronnie. Alles wat je hem geeft, stopt in zijn reet. Goor. Maar jij bent een heks! 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 In naam van God veroordeel ik jou tot 3 maal de brandstapel! Dat is daarop uw antwoord! Nee, ik wil het helemaal niet! Help! Satan kan je nou niet horen, Barteljaap! Steek maar aan dat vuur. Ja, mooi! Stop! Niet doen! Niet Barteljaap in de fik steken, hè? We hebben hem nodig! Hè? Maar ik ben helemaal geen albino. Ja, sorry. Laat maar. Ga door waar u mee bezig was. Niks aan de hand. Sorry. Stop, jongens, stop! Dit kunnen jullie niet maken.
Dit slaat nergens op. Je kan toch niet zomaar zeggen dat Bartel Jaap en de heks is en dan hup, zomaar verbranden? Wat is dat voor iets absurds? Hebben we dan helemaal niets van de geschiedenis geleerd? Je moet hem in het water gooien met een blok aan zijn been. En als hij dan boven komt drijven, dan is het een heks en dan mag je hem verbranden. Oh, en als hij dan niet meer boven komt? Ja, nou ja, dan... Ja, dan was het geen heks, maar dan weten we dat tenminste. En hoe weet jij dat zo zeker? Dat heb ik vandaag geleerd. Bij geschiedenis. Wat doe jij nou? Kijk hoe trots mevrouw Blijleven is. Ja. Jammer, ik had wel zin in een vuurwerkshowtje. Verzuipen! Naar de open haard van de lerarenkamer. Bartel Jaap moet nu uit het water worden gehaald. Nee, oh, wacht even. Ik wil even uitleggen waarom. Even op adem komen, hoor. Jongen, wat wou ik ook weer zeggen? Oh ja. Als conrector van deze school en als mens eigenlijk ook wel, toch wel zo'n beetje, wil ik even... Ja, kan het even wat stil daar in het water? Alsjeblieft, een beetje zachter. Ik probeer te speechen, ja. Even wat zeggen. Jongens, ik heb vandaag iets geleerd. Ik heb geleerd dat het niet altijd waar is, dat wat er in een boek staat. Dat je niet altijd moet geloven wat iemand anders die je helemaal niet kent in een boek heeft opgeschreven. En ook dat een wc eigenlijk alleen maar is om in te bamsen. Ja, oh ja, nou, nog even een ander puntje van belang. Heeft iemand interesse om mijn uil over te nemen? Witte uil. €50, bijna niet gebruikt. Niemand interesse? Oh, nou, goed dan. Help! Ja, waar wachten jullie op? Haal die man uit het water. Ja, jongens en meisjes, wat meneer Hulst probeert te zeggen, is dat dit natuurlijk onzin is. Soms lijken dingen boven natuurlijk. Maar er is altijd een natuurlijke verklaring voor. Hekserij, tovenarij, het bestaat niet. Net zoals kaboutertjes niet bestaan. En, sorry dat ik het zeg, zuster Innocentia, God ook niet bestaat. Hé, hey, au, godverdomme! Godslasteraar. Ketter. Dit is je straf. Zien jullie nou wel, hè? Dat hij echt overal en altijd aanwezig is? En dan heb ik het over God! God, de enige echte! En niet over die rare hindoe! Niet die dikzak van de Boeddha! Niet Krishna! Niet Yahweh! Niet Thor! En ook al helemaal niet over... God, pak me. Alsjeblieft, pak me. Kijk, daar heb je mevrouw Blijleven weer. Nou, ze is weer helemaal de oude. Alsjeblieft, pak mij ook. Please. Ik haat jullie allemaal. Oh, ze is weer helemaal de oude. Verlos me.
Dus toch door mijn kussen, ik wist het. Ja, dag. Ze is zo geraakt door het feit dat ik iets in haar lessen heb geleerd, dat ze nu niet meer down is. Wauw. Ik ben zo'n bijzondere jongen.